Steve de Ridder 2-0 tegen Standaard. Ja, dat moet een fantastisch gevoel geven, denk ik. Een fantastische overwinning. We hebben de afgelopen week ook echt keihard gewerkt. Er was wel wat druk van de pers, van de fans. Terecht ook, want het was dramatisch vorige week. Een fantastische overwinning. Alleen is het jammer dat de fans er niet bij kunnen zijn. Maar we hebben het voor hun gedaan, dat wel. Voor u ook uw rentrée, meteen 90 minuten. Hoe voelde dat? Ja, natuurlijk top. Win tegen Standaard en gescoord. Letterlijk en figuurlijk een zondagschot. Dus ik ben er enorm blij mee. Het is een moeilijke periode geweest voor mij persoonlijk ook. Na die lange blessure, de sleutelbeen dat gebroken was. En op deze manier terugkeren is fantastisch. Ik zeg het, iedereen heeft keihard gewerkt. Ook nog een shout-out naar Nazon. Die komt ook van heel ver. En hij heeft vandaag getoond dat hij echt een meerwaarde kan zijn voor ons. Heeft keihard gewerkt en een chapeau voor hem. Nu volgende week naar Moeskroen, daar 3 punten pakken, zou natuurlijk nog een mooi extraatje zijn. Nee, het is een mooi extraatje, maar laten we vandaag gewoon genieten van deze overwinning. En het is lang geleden, het is denk een week of 8 geleden, 9. Dus laten we genieten en vanaf morgen gaat de focus weer naar Moeskroen.